Vlog, 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 vlog! We gaan fietsen, ga je mee? We gaan in de buurt van Breukelen. Nou, leuk! In de buurt van Breukelen gaan we knooppuntenroute fietsen. Er zijn mensen die vragen, goh, heb je niet gevlogd met je vakantie? Nee, dat klopt. Ik heb niet gevlogd met vakantie. We gingen namelijk kamperen in een tent. En er was ook echt niet overal wifi. Dus ik dacht, nou, dan gaan we dat maar even niet doen. Het was heerlijk rustig om eventjes niet te vloggen eigenlijk. Dus sorry, als je foto's wil zien moet je even op Facebook kijken. Er staan meer dan 1000 foto's van de vakantie, dus dat heb ik wel gedaan, maar ik heb niet gevlogd. Maar nou, we moesten helaas al wat eerder naar huis vanwege een sterfgeval. Want eigenlijk zou pas vrijdag terugkomen, maar we zijn er nu al. Dus toch, nou, dan moeten we toch iets doen in de vakantie. Iets doen. Dus we gaan fietsen en Breukelen. Een knooppuntenroute. Like en subscribe. Nou, we zijn in Breukelen, bij de kerk. Daarachter is de ijssalon. En daar is het begin van onze tocht. Dus gaan we binnen. We fietsen hier prachtig langs het water bij Breukelen. Straks gaan we echt midden over het water. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Op de kaart kan ik het wel zien. Maar ik weet niet hoe het er in het echt uitziet. Wat gaan we doen? Over het water. Oh, ik hoop dat we ook nog twee pontjes hebben. Oh, als ze maar varen, hè? En die varen, ja. Ik heb het gecheckt. Is het gecheckt, of niet? Ja. Cool. Het is hier echt zo mooi. Een koepel. Echt mooi. Daar, een theekoepel. Zou dat het National Trust huis zijn? Nee, hebben ze hier niet. Oh. Gewoon bejaarden thuis. Nou, dan hebben ze ook geen scones. Ik kan het misschien moeilijk zien, maar daar hebben we water en daar hebben we water. Kijk maar, rijden echt dwars tussen het water door. We rijden gewoon langs het kasteel. Hoe leuk is dat? We zien misschien een theetuin. Even kijken. We zijn op het terras gaan zitten bij kasteel Sijpenstein. Zo kun je ook even binnen kijken. Dit is gewoon een beetje het vakantiegevoel dat we nu hebben, want we zitten aan een heerlijk kopje thee. Het is lekkers. Dat hebben we eigenlijk de hele vakantie ook gedaan. Jammer dat ik er geen vlogs over heb gemaakt. Sorry. En ze lopen opeens in een kasteel. Ik heb meteen mijn vakantiegevoel. We hebben in de vakantie 17 landhuizen bezocht. En kastelen. In Engeland. Dus dit voelt erg bekend. En moet hier ergens een wapenkamer zijn? Oh. En dat kom je dan gewoon tegen. Deze hoge zaal heet de lage zaal. Dat komt omdat die beneden is. Maar er hangen echt mooie schilderijen hier. Een hele mooie klok. Zo'n chique kasteeltje dit hoor. Schön. Een mooie trap. Zo'n grote verzameling. Het porselein bestond. Bestaat. Jezus, die klok, joh. Ik kon niet erg gemakkelijk zitten zo. Die touwtjes tussen je benen. Nee, schat, kijk hoe ver het naar achter staat. Nee. Nog gewoon midden in de ruimte. Dit is een enorme klok. Nou, dat is even spannend. Ik ben opeens aangesproken door een van de hobby-supposter. Of ik wel voor mezelf aan het filmen was en niet op oneigenlijke gronden of zoiets, zei hij. Geen idee. Is de buitenkant. Het allerleukste wel dat de toegang was gratis omdat we een museumkaart hadden. Dus een tip, heb je een museumkaart? Leuk, ga je naartoe. Ik weet niet waar we zijn alleen. Loenen ergens geloof ik. In de buurt van Loenen zijn we. Ik weet niet precies waar. Sijpenstein of Sijpenstein. Mooi, mooi, mooi kasteeltje. Leuk. Oké. Er is ook nog een beeldentuin. Oh, die is leuk.
Mooi hoor. Dit is een kip. En dit zijn andere beesten. Dat is 1500 euro. Dat is een ontzettend 12,50. Dat is een heel mooi keramiek dingetje, denk ik. 9,50. Ik vind ze echt leuk. Als ik daar de tuin voor had, zou ik het zo neerzetten. Ik vind het echt leuk. Deze is ook leuk. Het is wat groter, wat duurder zijn. Het is heel leuk en kleurig. En leuk. Ja, het loopt dood. Ja. We lopen nog even een rondje door de tuin. Wel een beetje rechte paden allemaal. En niet zoveel bloemen. Niet zoveel bloemen, maar ook wel heel veel water. Dus dat is wel heel anders dan in Engeland. Hier is echt de oprijlaan, want daar is het kasteel. Ja, het is wel mooi. We lopen door de boomgaard. Het kasteel. We zijn bijna weer bij de fietsen. Dan gaan we de route voortzetten. Ah, een sequoia. Boom. Wij dachten een mooi rondje gevonden te hebben, maar toen konden we niet door het hek heen. Dus daar moeten we toch nog maar teruglopen. Ja, we kunnen nog van dit stukje tuin genieten. We lopen hier wel onder een hele vette boom door. Kijk eens. Die knoop daar daarachter. Echt bizar. Een beetje een onrustige boom die niet zo goed weet wat hij wil. We rijden hier in de buurt van Loosdrecht. Er staan echt gigantische huizen hier. Voor mij woont Geer hier ook. Maar nergens staat een naambordje bij de deur. Over het bruggetje heen, denk ik. Ja, ik zie geen bordje staan. Oh, hier. Ja. Laag, dus we gingen allemaal fietsen, maar toen was er een auto die ging er overheen. Toen kwam een andere auto die voorrang had. Toen is de auto weer helemaal achteruit terug. Deze meneer. Die deed moeilijk. Oh, dan gaat hij niet meer over de brug, zie je dat? Hij durft niet meer. En wij zijn altijd op te wachten. Ik neem wel een andere brug. Het is een zootje. Ja. Precies van het Lutz, hè? Dat maakt het niet uit. Oh, een zootje mensen.
mensen met grote auto's hebben altijd hele kleine piemeltjes. Goed, we zijn bijna bij de auto. Dat was een lekker stukje fietsen. We zijn ruim een uur fietsen. Het was iets van 25 kilometer. Als je hem ook wil fietsen, zoek dan download Fietsknoop. Dat is een hele fijne app. En zoek dan op Breukelen. Je kan zoeken op provincie of omgeving. Ik heb hem bewaard. De tocht heet gewoon Breukelen 25 kilometer. Daar zie je hem staan. Ideaal deze app. En je kunt dan heel goed gratis parkeren in de Hazeslinger in Breukelen. Daar is een gratis parkeerplaats bij de Aldi. En Piet die blijft voor weer thuis. En Piet, ja. Nou, vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. En abonneer je als je dat nog niet bent gedaan. En dan zie ik je graag weer bij de volgende vlog. Dag hoor.